roman. Ik schrijf die dingen omdat er werkelijk bestaande mensen, figuren en affaires in voorkomen. Het zou hem misschien plezier doen, of niet of zo, dat ook zijn koninklijke hoogheid Prins Bernhard Filip Biesterfeld opnieuw in dit boek verschijnt. Ik kan niet zonder die man. Op de een of andere manier. Maar u weet, hij is verweven met de Tweede Wereldoorlog en zeker ook met de naoorlogse periode. Af en toe moet ik even een blaadje kijken vanwege de locaties. Mijn vader, die bij het verzet zat en een van de oprichters is geweest van het Bureau Nationale Veiligheid, wat we nu AIVD noemen. Maar als hij zou horen wat daar nu gebeurt, zou de goede man zich omdraaien in zijn graf. Zei wel eens vroeger dat de eerste 2 jaar in Den Haag na de bezetting chaotischer waren dan de 5 jaar van de oorlogstijd. Den Haag was een klerenzooi, om zo te zeggen, in 1945, 1946. Alles, Marissa zei het al net, alles liep door elkaar. Dus de zuiveringen, de NSB'ers, de oud-SS'ers, de collaborateurs, de ex-verzetsmensen die met elkaar gevochten hadden in de Tweede Wereldoorlog. Mijn vader was bijvoorbeeld geïnformeerd en werkte samen met de communisten. Dat hele Bureau Nationale Veiligheid, wat direct na de zomer van 1945 werd opgericht, juist om ex-NSB'ers en Waffen-SS'ers op te sporen, ging al heel snel op communisten jagen. Dus mijn vader ging op zijn eigen kameraden uit de Tweede Wereldoorlog jagen. Want daar staat er natuurlijk, hè. En die communisten zaten met een gewetensprobleem. Hier in de zaal zit bijvoorbeeld de zoon van een communistische verzetsman. Daar zit hij. Er bestaat een prachtig boek. Niet zo goed als dit, maar toch wel een mooi boek. Dat heet Een vuile oorlog in Den Haag. En wij zien ook wat wij hebben gedaan met de dappere communistische verzetstrijders na de oorlog. Ik gebruik de echte namen en de echte affaires. Ik heb 1 uitzondering gemaakt voor een hele dappere communistische verzetstrijder, een zenuwarts, die heet Gerard Kastein. Want ik laat hem dingen doen die hij niet gedaan heeft. En ik vind dat je dat dan niet mag doen.